Vandaag ga ik verstoppertje spelen in dit mega grote voetbalstadion. Alleen is het niet zomaar verstoppertje. Ja, we zijn dus super klein. Klik nu op dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want anders heb je kans dat Nederland niet het WK gaat winnen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Jullie zien er weer heel klein uit naar nog kleiner en naar echt inie mini. Rick, waarom ben jij het kleinste van de drie? Wat is er met je gebeurd? Ik hou niet van voetbal, dus ik ben nog een rookie. Oh, en Robin is natuurlijk op zich wel een beetje voetbalfan. En Justin zit zelfs op voetbal. Ja, zit je op een voetbal, Justin? Maar ik heb wel de meeste abonnees, daarom ben ik de grootste. Ja, dat klopt. Oh, maar dan moet ik hier staan. Jongens, zijn jullie er klaar voor om... Zijn jullie er klaar voor om te verstoppen? Jullie moeten allemaal net zo klein worden als Rick. En dan mogen jullie gaan verstoppen. Ik krijg geen tijd. Ik ga gewoon naar dit muurtje kijken. En dan ga ik jullie daarna zoeken. Oké? Oké, doei. Wat is hier, Robin? Ja, maar ben je klein? Ik heb een Jimmy. Oké, doei. Ja, gaan jullie daar verstoppen, jongens? Ja. Nee, dus dat ik heb een heel mooi plekje. Ja, heb jij een mooi plekje? Kijk wat ik heb bedacht. Kijk even wat ik heb bedacht. Hup. Oh! Oh, dit is wel echt een vieze plek gewoon. En dan gewoon onder die bal zitten. Precies. Ik wens jullie heel veel succes. Tot ziens en nooit meer ziens. Dankjewel, dankjewel. Hoe kom je in dat VIP-gedeelte? Weet iemand dat? Geen idee. Ja, met de trap. Dat is bij de ingang, toch? Of niet? Ja. Ja, want ik wil een beetje overview hebben. Ik heb denk ik wel een plekje hier. Oh ja, ik heb zeker een plekje. Ik weet het plekje niet meer. Rick, waar was ook weer die deur met die knop? Oeh, ja. Dat is een hele begin. Ja, dat is bij het begin, Justin. En dan achter de... Achter de balie? Nee, niet achter de balie. Dus je kan daar verder... Je hebt daar een trappetje omhoog. Daar moet je zitten. Ik heb in ieder geval mijn plek. Ja, ik ben een beetje de weg kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is lastig, hè? Ja, we kunnen zo meteen ook samen verstoppen, Justin, dat jij een andere plek zoekt. Ja, maar oké. Oké. Ik ga in het ballenhok zitten. Ja, heeft iedereen een plek? Ja. Justin? Je kan. Mag ik? Ja hoor. Ik hoor heel veel gewandel en geloop de hele tijd. Dus volgens zaten jullie ergens in de buurt hier of zo. Maar misschien ook niet. Weet je, jij moet niet meteen zulke aannames doen. Aannames? Maar het is voetbal, dat moet ik juist aannemen. Hé, hey Max, weet je wie ik zie? Nou? Ik zie jou. Zie je me zin? Jij via F5. Hebben jullie zo'n boeplek gevonden, zeker? Ja. Dat jullie mij via F5 vinden. Hey, ja, ik heb wel het hockey hier al waar we jullie gaan stoppen. Dan moet ik even een ijzeren deur plaatsen. Ik ben ondertussen op plek veranderd. Wat is dit? Ik heb een betere plek, denk ik. Je hebt een plek veranderd? Hoezo? Ja, hij zat naast mijn oude spot, maar ik denk dat deze beter is. Zit hier iemand of zo? Ik vertrouw dit niet. Er is niet voor niks een button hier. Je bent geprikt. Hey, loop je voor YouTube. En Max, stop eens met lopen. Ja? Hey, hoe is het? Jullie zitten op zo'n stom plekje dat jullie me zien. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ga weg. En dan zit je ergens hier. Nee. Omdat je dan hier zit, kan je mij zien. Nee. Waar ben jij, Robin? Hey, mijn laptopje. Die is wel goed, hè, Robin. Robin, ik zit hier. Je zit hier in de buurt, of niet? Of ben je me nu aan het prikken? Rennen! Nee, ja, ik heb eigenlijk echt geen idee waar je bent. Zou ik even verwisselen van plek? Is wel leuk. Robin, hè? Spring één keer. Bluffen, spring. Ja, gedaan. Nog een keer. Nog een keer. Ik zie je niet! Hey Robin! Hallo! Ik kom nu naar je toe. Ik kom eraan! Moe! Waar ben je, Robin? Waar zit jij dan, Rick? Ja, jij zit onder de bal. Waar het ding naartoe kijkt, dan moet je recht... dan moet je recht... ja, daar ja. Zie je mij? Nee. Ah! Hij schrok echt van me. Kom hier, kom hier! Ik zag je gewoon echt schrikken. Nee! kom maar mee. Kom maar mee. Ik breng je naar de gevangenis. Je keek mij recht aan. Oké, kijk. Ja, oké. Nu blijven kijken. Zie je mij? Oh, je zit daar! Hallo. Oh mijn god. Hey, doei. Max, ga weg, ga weg. Je bent hier helemaal niet, nee, Justin. Ik maak je alleen een beetje bang. Oh, maar wacht, Justin. Dan denk ik, omdat je alles kan zien, dat jij mogelijk hier ergens zit. Alles zien? Nee, maar het feit dat jij, zeg maar, mij telkens in die ruimte zit, gok ik misschien dat je eronder zit. In de kleedkamers of zo. Ik heb best wel een goede plek nu. Nee, Max, wie is het? Oh. Zit je daar boven? Ik zit bovenop. Oh. Waar ben je dan? Wat zeg je zelf zien tegen het glas? Ah, daar ben je! Of niet? Nee, daar ben je niet. Nee, daar ben ik waar niet. Waar ben je? Oh, je bent hier! Je bent hier! Ik zag je ineens! Kom maar mee, jongeman. Ik was letterlijk jou aan het filmen. Oh mijn god, je zat daar te filmen. Ik denk je bent in die voetbalruimte of die cameraruimte. Ik zat al. Kom maar. Ik zat als, je mag Robin... ja? Ik zat als eerst in het ballenhok. Oh. Kijk, spring eens af.
Kijk, moet je meisjes zijn. Jullie hebben uiteindelijk met z'n drie op dezelfde plek gezeten. Uiteindelijk allemaal op dezelfde camera, kom ik jullie tegen. Dat meen je niet. Ja. Ik zat in het doel. Nee. Ja, jij ging Robin ook verstoppen. Ik heb je echt op dezelfde manier als Robin. Kom maar mee. Hierin, bij de rest. Hey. Nee. Oh. Ja. Erin. Erin. Sorry. Ja, ik zit. Is iedereen hier? Ik zit op de stoel. Robin, ik zie jouw haar. Hey. Oh, op de stoel. Oké, omdat jullie allemaal gevonden zijn, ga ik eentje uitkiezen die hem nu is. En dat is de eerste die is gevonden. Dus Robin, jij bent nu de scheidsrechter. Hey. Hey, je mag gaan zoeken. Goed, de nieuwe pupillen zijn aangekomen. Jullie beginnen allemaal in het F-team zometeen. Ik wil graag een goede training zien. Eerlijke wedstrijd. Draag een gordel. Mag ik aanvoerder zijn? Mag ik aanvoerder zijn? Jij begint op de bank. Mag ik vlaggen? Ja, jij bent inderdaad de bidonman. En jij... En ik? En Rick? Ja, jij wordt gekieteld door alle grasprietjes. Ik zeg, tot ziens. Doei. Yes. Verstop, jongens. Max gaat naar Noord. Jesse gaat naar Wie weet, dat weet je niet. Hé, hey, jongens. Zou die door hebben als ik hier onder hem ga staan? Ja, dat is niet door. Ja, je ziet hem nu aan de kant. Ja, dat is niet al door. Ik ben op zicht op het voetbalveld. Welke camera ben je? Een van de vliegende. Ja. Bij doel. Hey, ik zie je. Wie is dat? Hey, Max. Aan de andere kant. Oh, je bent helemaal daar. Hoe ben je daar gekomen? Ja, gewoon hier bovenop gesprongen. Damn. Hier, ik ga gewoon hier zitten doen alsof ik de voetbalwedstrijd aan het kijken ben. Ik zit gewoon letterlijk hier zo. Ik kwam precies in het midden zitten. Oké, ja, maar nu moet ik op een plek. Oké, ik ga hier wel ook wel in dit ballenhok of zo zitten. Wat is dit? Ik ga hier wel zitten. Kan niet? Je blendt zo goed met de kleur, Max. Ja, mooi, ja. Hè? Ja, ja, kan. Ik kan. Ik hoop maar dat jullie klaar zijn voor de training. Ja, ja. We staan allemaal op het veld. Ja. Wat? 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 Zo, jongens. Waar zijn jullie? Willen jullie dat even zeggen, alsjeblieft? Mijn headset is leeg, wacht! Oké, mooi. Dan kunnen we aan de gang. Dan kunnen we aan de slag. Ik hoor jullie niet! Waar is deze man? Ik ben belemmerd! Waar is deze man? Jongens, weten jullie kunnen het nu zeggen, weet je? Ja, oké. Of heel hard naaien. Ja. Zeg gewoon maar. Mijn headset is aan het opladen. Best grappig op zich. Hij zit op... Ja, jou vertrouw ik niet. Rick, waar zit hij? Ergens bovenin, op de bovenste tribune. Ja, op een stoeltje. Okay. Kijk, daar is hij. Ik hoor je niet. Hoppa! Ik hoor je niet eens. Ik heb je alsnog gevonden. Ik ga al. Nee, laat me terug. Niet doodmaken. Haha! Oh. Ik heb gewoon de kracht. Robin was een grapje. Ik moet even hier... Nee, ik heb hem. Ah, shit. Yes, lekker. Oh, kom maar mee. Ik wist niet dat we dit scherm naar beneden komen. En jij bent scheidsrechter. Je ziet geen ene hol, meneer. Ken je de spelregels wel? Max. Ah, nee. Ja? Hoezo zie je me niet? Hoe kijk jij meestal voetbal? Op de bank. Ja, precies. Vanuit de tv. Laat maar zitten. Je keek me recht aan, meneer de scheidsrechter. Dit is tactiek van Rob op YouTube. En hij is onderweg. En hij denkt dat hij me kan slaan, maar hij mist. Hij mist. Nee! Nog 10 seconden. 10 seconden wat? Hij was gespannen, Mark. Ja, dit is wel een moeilijke tik, hè, meneer scheidsrechter. Ja, nogal, ja. En dit is niet volgens de spelregels, meneer. U moet op het veld staan en de spelers helpen. Ondertussen weer verder met mijn live verslag. Auw! Oh, 360 no-scope, lekker! We krijgen bezoek, Rick! Yes! Yes! Hierin, hup! Justine! Ah. Ja! Hey, ben je ook gezakt? Allemaal op de stoel. Hup. Ja, ik was cameraman. Ik ga één persoon die gaat van voetbal af. Dat is Max. Oh nee. Ja! Hoezo? Je moet stoppen. Ging op de tribune zitten. Ja, mag ik dan nog ballenjongen blijven? Nee. Mag ik nog Rick is hem, doei! Oké, jongens, strafschop. Kom maar. Naar voren. Ik ben. Maar schijnt dus het niet een beetje oneerlijk, zo'n groot persoon in het goal? Je gaat missen. Nee. Hey, jij daar. Nu jullie toch hier in de video zijn, laat zeker even een like achter. En laat even weten wat je van de aflevering vindt. Maar we gaan het ook eventjes weten. Wie denken jullie dat het WK gaat winnen? En abonneer eventjes, want we hebben boom, zoveel abonnees. Maar als je niet abonneert, ja, dan gaat Nederland het WK helemaal niet winnen. Dus abonneer zeker eventjes, dan ga ik deze penalty nu scoren. Kom ik! Afgekeurd. Ik heb hem. Oh. Hij is afgekeurd. Ik vond het niet goed. Hey, jongens. Ik sta op het middenveld. Nee, ik dacht dat ik in verdediging ging. Nee. Oh, maar
Oh, jij wilt middenveld. Oh, dat kan. Goeiedag. Ja. Hoi. Sorry. Hey. Holland. Hey. Yes. Jongens, welkom bij het wereldkampioenschap bakken. Mag ik verdediging? Verdediging? Ik wil de baklaag zijn. Ik wil de baklaag zijn. De baklaag zijn. Oké. Okay. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Ja, ik weet dus, voor de duidelijkheid, ik weet niks van voetbal. Dus we gaan gewoon heel Holland bak doen. Bak is klaar? Ja, bak is klaar. Bakken maar! Ja! Bakken ze klaar, bakken maar. Nog een keer, is dit een goede plek? Ja, daar gaat hij je niet vinden. Oké? Okay? Doei. Doei. Ja, dat is een... Oh, ik heb trouwens nog een betere plek, Max. Misschien kun jij die gebruiken. Nee, die wil ik. Maar... Die wil ik. Ja, of Justin. Oké, kom mee. Deze kant op. Waar? Kom naar de lobby. Hey, ben ik. Ik ben bij Rickert. Achter je. Hey. Kom mee, jongens. We gaan met z'n drie ook echt op pad. Drie F'jes. Met z'n allen. Nee, dat is te obvious. Hier, dan ga je, hier kan je ook nog. Ja, die heb ik gemaakt van tevoren. Oh. Zo. Ja, maar die lekte... Oh, of deze, Max. De kranen. Waar ben je? Die lekte is ook een goede. Oh, doe dat. Doe alsjeblieft in die kraan. Dat gaat hij echt niet vinden. Dat zijn die kleine voetjes gaat hij niet zien. Zit ik zo goed? Ja, je staat goed zo. Ik ben verstopt in de lectern. Oh, zo? Zo, ja. En dan achter die bal. Ik heb een perfecte plek gevonden. Wacht. Ja, ik heb een plek. Echt? Ja. Nee. Is het zo ver? Ja, nee. Je mag. Ik heb echt 6000 man om me heen horen lopen en gewoon aan me slaan en... Dat was niet leuk. Hey, ben je in de vergaderruimte, Rick? Kut! Nee. Rick, ga jij echt gewoon naar beneden? Wacht even, ik wil deze snel maken. Kan ik hem ook zien? Niet. Kan niet, want er zit hier iemand. Ik heb pronk geen zwaard in, man. Nee! Oh, waarom ben ik nou weer als eerst? Ik had zo'n goede plek. Ik ga zo even opsluiten. Doei. Hey. Hoe kan dat nou? Ik had zo'n comfortabele plek. Ach, ik heb wel koude tenen, moet ik eerlijk zeggen, hoor. De rest van mijn lichaam is aardig opgewarmd. Ben je maar aan het doen, Justin? Ja, gewoon hints vertellen. Ja, maar ik geloof niet echt dat het hints zijn. Nou, dat vind ik aardig wel, hè. Ik moet eerlijk zeggen, goede hints. Ja, op zich wel, Justin. Ja. Je hebt warme tenen. Nee, ik heb koude tenen. Oh, je hebt koude tenen. De rest tenen. Van mijn lichaam is opgegroeid met de natuur. Bij jou? Nee, niet weer. Dit is de vorige keer bij ook al gebeurd. Nee, oh, daar gaat iemand. Wie zit? Nee, oh, dat is Robin. Robin. Nee. Waarom red ik niet zo snel? Ah, Robin, hij is omhoog gegaan. Geen zorgen, hij is omhoog gegaan. Geen zorgen, je bent er kwijt. Ik kan niet duidelijker laten zien dat ik hier ben. Als je op mijn beeld ziet... Ja, maar ik ben mijn duim doet gewoon pijn. Hoezo dat? Je zit alleen maar te springen. Ja. Oh mijn god. Rick. Hey, Robin. Jeetje. Blijf jij daar even... Hey, waarom ren je nou weg dan? Ja, gewoon. Hey, Robin. Hey! Adam is dat in de fik! Ren en rollen, Robin! Ja! Nee! Eindelijk! Kom maar, Robin! Robin, ren en rollen, Robin! Ren en rollen! Je staat in de fik! Help me! Je staat in de fik, Robin! Robin, kom hier, ik sla het uit! Kom hier, ik sla het uit! Waar ben je? Zo! Eindelijk! Had dat dan eerder gezegd? Rick, je bent er weer! Dus zit jij hier achter zo'n dingetje? Nee. Je moet even naar het toilet komen. Hé, hey, Rick. Is hij weer langs je gelopen? Oh, mijn god. Hier, Rick, je moet even een van die deuren open doen. Waar je net door binnen kwam. Ja! Hé? Nee. Zit hij nou nog steeds niet? Je zit erin, jij motherfucker. Nee, je ziet het. Ja, ik zie jou wel, maar ik kan jou niet slaan. Auw! Yes, eindelijk. Oh. Ik zag jou wel. Jij, okay. Omkleden. En door. Goed zo, Justin. Oké. Okay. Beste ballengooiers. Ik dacht dat wij voetballers waren. Nee, zometeen gaan jullie met z'n allen even een doek meenemen. Gaan jullie op het veld eerst eventjes een doek spannen. Daarna mogen jullie allemaal een bal pakken. En allemaal even een zijkant uitkiezen. Dus daar gaan we daar even mee beginnen. Meneer, er is één ballenjongen. Hij is ziek. Zei hij tegen... Wat zeggen we? Yes, gewoon ziek. Hij zat aan de diarree. Hij had explosieve diarree en ja, ik rook al wat en ik hoorde al wat en nu is hij weg. Ja, maar daar kan je ook mee gooien, hè? Dat ik ga ook naar huis. Vrij lastig. Hé, hey, daar ben je weer. Hoe is je diarree? Ja, ik wil niet in mijn eentje blijven, meneer. Sorry. Hé, hey, jongens. Dus gaan we naar huis? Zullen we FIFA spelen bij mij thuis? Ja. Nou, ja, jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer. Nee, kom, ga dan. De volgende keer. Doei! Oké, jongens. Alles duidelijk? Ja, ook niet. Alles is duidelijk. We gaan. Oké, beginnen. 3, 2, 1. Go! Oké, jongens. Okay, jongens, we moeten nu een plek hebben die hij nooit zal verwachten. Hier zitten. Zal ik dan aan de andere kant doen? Robin, zal ik hier? Ja.
Oké, ik heb ook een plekje. Je kan die ons ook niet slaan. Nee, daarom. Hallo, mensheid. Oh. Ja, hallo. Goedemiddag, ja, ik had mijn F1 nog even aanstaan. We gaan zo meteen allemaal samen op een voetbalveld. We gaan zo meteen dus eventjes al dat doek spannen. Mm-hmm. Dus als jullie zo even met z'n allen eventjes daar naartoe willen komen, is voor mij wat makkelijker. Nee, is prima. Is goed. Ga jij er maar vast heen. Zoals ik kan het zien. Nee. Ik heb geen zwaardje. Rennen, Robin, dit is je moment. Rennen. Goed zo. Ben weg. Oh mijn god. Wie heeft dit gemaakt? Je zat naar Robin. Gemaakt. Je was naar Robin aan het kijken, niet naar mij. Sorry, ik ben niet de dupe hiervan. Top, dankjewel. Hij heeft mij met rust gehad, Robin. Nee, hoe kan dat, Justin? Ja, weet ik niet, ik zag een gat. Ja, nee, dit is niet leuk. Zit je weer erin? Ik ben inmiddels maar weggegaan. Nee. Ren naar Robin. Hij sloopt het doel. Robin. Ja, maar ik ben scheidsrechter, dan mag dat. Ik ging onder die pad en ze gaan het ook weer in met z'n twee. De wedstrijd is afgelopen. Nee! Hoe kan ik je niet raken? Ah, yes, dit doet zoveel pijn aan mijn ogen! Nee! Maak ze help nou alsjeblieft! Maak ze ja, hoe moet ik helpen? Gaat hij weer in de pas? Nee, niet weer naar binnen. Raak ik je niet! Nee, Max! Help! Ja! Ik kan hier zo moe van worden. Ik word ook gewoon niet geholpen door het team! Nee, Justin, ik weet het. Justin, ja, ga weg, Justin. Ja, nee, ik wil even voorsprong. Ik wil geen voorsprong. Ik viel ook zo langzaam. Nee. Ik had ze hele voorsprong. Wacht, ik wil echt een voorsprong, oké? Vanaf de middenlijn. Ik heb je al gespaard, meneer. Mag ik vanaf de middenlijn een voorsprong? Oké. Hey, kom, gaan we erin. Kom. Ja, doe maar. Ja, loop jij van eerst. Nee, echt gemist. Oké. Wat is de voorsprong? 2 seconden. 2 seconden. Vanaf nu. 1, 2. Nee. Annuleer, ik heb mezelf. Oh, je mag helemaal niet heen, wat doe ik hier? Robin, help! Max. Nee, ja, niks helpen. Jij helpt mij toch ook niet en hij helpt jou ook niet, hè? Ik ben er klaar mee. Het leuke is ook, Max, ik heb nog niet 1 keer een poging gedaan om het te slaan. Laat me nou met rust. Ik vind het van die gewoon heel leuk. Ik wil weg. Huh? Hij heeft nog niet eens een poging. Nee. En ik ben aan het stressen voor mijn leven. Justin, hij loopt nu op de VIP-tribune. Waarom ben je achter me aan? Hij loopt nu op het veld. Justin, nu op het veld. Robin, dat is een eerlijk. Waarom ben je niet? Je rent gewoon achter me aan. Hou hem in het vuur. Achter me. Op het zo. Nee, nu ga ik weer hierheen. Dit is een dood als je hier komt. Rechts. In de deur. Ja. Robin. Jij was al. Maar Robin was weer voetbalcommentator. We gaan alweer. Had je niet door, Robin, dat de hele tijd dit glas er al gewoon uit was? Nee, dat had ik... Jij zat gewoon hier te staan. Terwijl je gewoon hier eruit kwam. Ik heb zelfs nog heel eventjes net hier gewoon heel hersenloos voor me uitstaan kijken van... Man, ben ik alweer af? Ik hier kon er dan gewoon uitlopen. Waar ga je naartoe? Blijf hier. Hey, hallo! Ja, sorry. Waar is hij? Waar is hij? Volg hem! Hij is hier! Hou de deur dicht! Nee, hou open! Doe me dicht! Ja, hij gaat hierheen, richting het veld. Op de tribune, hierboven, op de tribune. Au, je stond naast. Jongens, naar beneden. Waarom pest ik mij? Hij rent de VIP lounge in. Nee, dat doe ik helemaal niet. Achtervolgende Robin, achtervolgende. Dat doe ik helemaal niet. Nee! Ja.
Yeah, naar het veld jongens met z'n allen. Alright jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik was hier gezellig met Justin, Rick en Robin. En laat nu even in de reacties weten, wie denk jij dat hier de beste voetballer is van deze drie? Ik denk stiekem toch, ondanks dat Rick niet op voetbal is, dat Robin het is. Dus laat het nu even in de reacties weten. Vergeet zeker ook even niet te liken en te abonneren. En dan nu, kijk lekker het vorige verstoppertje deel. Hierin hebben wij namelijk verstopt volgens mij in een ziekenhuis. Is dit volgens mij het laatste deel? Ik weet niet zeker als hier nou een andere video zit. Maakt niet uit. Klik er gewoon even op en even kijken. En nu spreek ik later graag. Tot de volgende keer. Yeah!